op de stack. We hebben stack nummer 19 geloot. Het ziet er op zich wel oké uit. Het was weer een week van tevoren loten, dus we kunnen weer voorvoeren. Dat doen we dan ook maar. Dus ja, kijken wat het brengt. We doen ons best en we hopen weer op een mooie Kuiper Cup dit jaar. Zo, de eerste voerdingen liggen erin. Dit is onze stack. Het loopt tot aan het puntje van dat uitlopertje daar. Tot aan de ingang, de doorgang tussen het eiland en de rest van de oever. Dus op zich ziet het er redelijk uit. De wind staat nu ook lekker die hoek in. Dus ja, dat belooft nog wat. Hopen dat het zo blijft. Het is in ieder geval een mooie avond om even het voerende stek een beetje verder te verkennen. Of een uurtje bezig geweest. Dus dat is investeren en hopelijk op vrijdag en zaterdag en misschien zelfs op zondag nog wat vangen. Spulletjes die we bij ons hadden en het fietsje dat me weer naar huis brengt. Nou, daar zijn we weer. Goede kabbel op het water vandaag. Ik heb het idee meer zijdewind. Er staat weer mooi dat hoekje in daar zo. En verder de vliet in. Dus ja, gaan we weer voeren vandaag. Hopen dat het vis trekt. Daar gaan we weer. Het is bijna zover. Weer op weg met een beetje voer. De laatste avond voordat we echt van naar Kiet gaan. Dus kijken wat het gaat brengen. Het is een mooie avond om te gaan voeren. Schitterende zonsondergang, net na de regen. Dus ja, we even stil doorfietsen en dan zijn we bijna bij de stek. Alweer, we zijn weer aangekomen. Net al zei, schitterende avond, net na de regen. Dus gelukkig om het even te voeren. Het is nog licht, dus ik gooi er snel wat in. Dan blijven we dat ze het lekker vinden en morgen op het licht te wachten. De wind waait in ieder geval nog steeds door. Dus ja, het voorgevoel is wel goed. En mogen we meedoen? Ja, ik ben goed gekeurd. Mooi zo. Allemaal uit één auto. Behalve de fiets. En een deel per dag, ja, behalve de fiets. Het kampement staat. Hotpot. Een plekje gevonden. Mark heeft ook zijn nieuwe brolly meegenomen waar we onder kunnen zitten. En dan gaan we even kijken waar Mark zelf is. Yo, Mr. Ledui. Hey. How is de hanging? Goed man. Goed? Jazeker. Is het allemaal gelukt? Ja. De eerste hengel ligt precies al geklipt op de juiste lengte. Kijk. Bolie eraan en tak! Hoppakee. Radi! Morgen. Dus vannacht is het verder stilgebleven voor een paar piepjes na. Wat je nu overal 's ochtends ziet, kleine springende vis. Je hoort ze ook en je ziet overal ringetjes, dus ja, het is wel vis wakker in ieder geval en ook wel bezig, maar echt de grote karpers die laten zich nog niet zien. Kijken wat het vandaag overdag gaat brengen en we hopen dat er nog wat op de kant komt. Thank you.
Mooie worm, Mark. Hard werken. Wat hebben we, Mark? Weer een snotlap. Nummer hoeveel? Nummer 6. Nou ja, het is vis, hè? Alleen de verkeerde kleur, helaas. Ja, verkeerde vorm en verkeerde, verkeerde afmeting. Laat hem nog even zien voor de kijker. En dan mag hij weer zwemmen. Dat is hem. Yes, sorry. De vis die niet gevangen moet worden. Niet voor de wedstrijd, maar het geeft wel goede moed. Nou, dan gaat hij weer. Doei. Zo, Brasem, hoeveel was dat nou zo net? Voor mij nummer 4, totaal 7. Lekker hè? Hey, je staat voor, jongen. Huh? Je staat voor. Zo. Je hebt een verkeerde vis op je rug staan. Voor mij moeten we wat anders vangen. Karpen namelijk. Maar je hebt wel met een mooie rig gevangen, hè, Mark, elke keer. Zijn werk wel. Zo, nou, eens even kijken of het nummer, wat is het dan? Tussen nummer 11 zou het dan worden. Ingooien en beter krijgen. Alleen helaas... Let op! Niet de nummer 1, we Uiteraard moet men wel op de juiste stek inwerpen. Bij deze gedaan. Alles staat klaar. En dan kunnen we bijna weer gaan drillen. Zo gaat dat. Dat is vissen. Hier kom ik maar viederen. De Brasem. Als hem net teruggegooid, even spanning, want we dachten er komt wat aan, maar wat komt er boven?
voor het einde krijgen we nog even een hoosbui mee. De tent al half opgeruimd. We zagen maar aankomen deze bui. Maar het gaat aardig tekeer.